als we zo luisteren, dan lijkt het alsof er eigenlijk geen probleem is. Toch? En we hebben gemerkt dat er wel problemen zijn. Maar voorzitter, we krijgen berichten vanuit de bevolking dat er toch wel een aantal zaken spelen met betrekking tot de manier hoe men zich voelt, ziektebeelden en dergelijke. Dus wat ik wil doen is, omdat ik hier dan mis uit de presentatie van de regering, een bijdrage van de minister van Volksgezondheid. Precies wat ik gedacht had, dat zou gebeuren, heeft de regering nu gedaan, voorzitter. Niets aan de hand, doorgaan, we hebben metingen gedaan, het water is goed, dus geen probleem. Voorzitter, we hebben vanmorgen hier de deskundigen gehad. Er is bewijs dat er iets mis is daar. En de deskundigen hebben allemaal gezegd, is een ramp is daar, voorzitter, van omvangrijke aard. De voorzitter van, ik dacht, een van die organisaties, die mevrouw, die arts is, heeft ook gezegd, we moeten WHO inschakelen of PAHO, voorzitter. Dus er is iets ernstigs aan de hand. Maar de regering doet alsof, niks nopsa. Niks nopsa, wat raboom, dat is maar kan wat raboom. Terwijl we hier bezig zijn, hebben de mensen water nodig daar. Het rivierwater is verontreinigd. De mensen hebben allemaal metingen gedaan. De hoogleraar was hier, heeft treurig uitgelegd wat er gaande is. Maar waarom is er nu plotseling vier grote trucks met een bepaald middel vanuit Brokkepoort gekomen? Een deel gedumpt in Para, in een van de uitgemeende gebieden. Wat is daar gedumpt? Voorzitter, er is iets ernstigs gaande en ik vraag via u aan de regering om een diepgaand onderzoek in te stellen. Eigenlijk is het poging moord, poging doodslag. Maar het Openbaar Ministerie is niet in beeld, niemand wordt aangehouden, dus niks nog zo. Hoe is die cyanide hier aangevoerd? Via welke kanalen? Wie heeft het ingeklaard daar? Het gaat niet om 1 kilo of 10 kilo, duizenden, miljoenen kilo's, voorzitter. Mensen beginnen overal spoken te zien en dat komt omdat de overheid te lang op zich laat wachten met de informatie naar de samenleving. Met al die video's en berichten op social media wordt de focus verlegd van de cyanidevervuiling. Ik wil graag weten waar er precies cyanidevervuiling is waargenomen. Het meer is groot en het is verwachtbaar dat de vervuiling zich verplaatst door de stroming van het water. Waar is er precies 1600 keer cyanide gevonden? Is er een actieve monitoring van de cyanidevervuiling? Is er een strategie uitgezet om de vervuiling in het meer te traceren? Samples zijn momentopnames. Ik wil weten of er een strategie is opgezet om samples op gezette tijden en locaties te verzamelen om te weten of en waar de cyanidevervuiling zich verplaatst. Dit is het eerste wat je zou moeten doen, zodat je voorbereid bent en op tijd kunt ingrijpen. Is er al een rampenplan om de vervuiling in te dammen? Er is al langer dan een week sprake van een boot met 18 zakken cyanide die is gezonken in het meer. Ik wil weten wat hiervan klopt en wat de maatregelen zijn om de vermoedelijke cyanide te bergen. Indien het klopt, dan is het een tikkende tijdbom, voorzitter. Wat is de locatie waar de boot is gezonken? Ik heb de ministers daar niet over gehoord. Het gaat niet alleen om Brokkepoort. Overal waar cyanide en kwik wordt gebruikt, bestaat het gevaar van vervuiling. Niet omdat het om het achterland gaat, om het binnenland gaat, moet hier laks mee worden omgegaan, voorzitter. Dus ik roep op dat er een diepgaand onderzoek komt hierover. En we willen graag weten, want er zijn berichten dat regeringstoppers zelf ook daar zitten in de goudsector bezig te zijn met werkzaamheden. We willen ook weten, is dat waar of niet, voorzitter? Want als er belangen spelen, laat het vandaag hier gezegd zijn. Maar niet ten koste van het volk. Als je luistert, lijkt er inderdaad niets aan de hand. Dan kunnen we gaan zwemmen in het meer. Kunnen we onze hengel brengen naar het meer. En gewoon doen alsof er niets aan de hand is, voorzitter. Morgen al. Daarop lijkt het verhaal, voorzitter. Maar weet u, ik ga dat niet doen, want ik geloof de regering niet, voorzitter. Laten zij dat doen. Het is toch 3 jaar, denk ik, regering. Jeremy Bouterse, regering. Nee. Brunswijk. Ja. Regering Brunswijk, Santoki. Santoki Brunswijk. Na 3 jaar, ik ba. Dat ongehoord, dat ik je zwembroek, dat ga je. Want het klinkt alsof er niets aan de hand is. Terwijl we vanochtend en de dagen hiervoor hebben gehad de presentatie van de deskundigen. En die staat lijnrecht tegenover wat we hier horen, waaraan de alarmbel wordt getrokken. Beseffen we allemaal dat het gaat om grote belangen van zeer invloedrijke mensen in deze samenleving.
waartegen wij op botsen, voorzitter. En heel wat in de afgelopen dagen hebben we gemerkt, op allerlei slinkse manieren wordt dat onder de mat geschoven. Chemische spullen zoals cyanide en kwik, en vooral kwik, is generatieoverstijgend. Ja, dat gaat lang duren. Het volk, zeker in Borkopondo, is in paniek. Los van de feitelijke situatie, zakelijk of het water veilig is of niet. Het volk is in paniek, dat heeft de minister van Rom aan de leven ervaren. We praten over dat er geen ziekteverschijnselen zijn. Vandaag heeft mevrouw Van Dijk ons verteld hier, met ons gedeeld, dat er zo'n forse stijging vanaf de afgelopen week te merken is van diarree gevallen. De president heeft net aangegeven dat ze gelijk in actie zijn gegaan nadat ze de melding hebben gehad. Waarom hebben ze dan een week niet gelijk gereageerd nadat de mensen in opstand zijn gekomen in Borkopondo? Waarom heeft de regering dan gewacht? Want dat is sedert een begin en SWM heeft het ook aangegeven. 4 mei hebben ze samples gehaald om te testen. Waarom hebben ze dan zo lang gewacht om die mensen dan te zeggen van dat is niet zo. Het is niet wat jullie denken. Dat alles wat nu gebeurt, moet de regering geen vinger wijzen naar wie dan ook. Het is allemaal de schuld van de regering. De regering heeft getest en ze weten van het is niet gevallen. Zeg het gelijk aan die mensen en wacht niet. En de medische zending heeft ook aangegeven vanmorgen dat er van de week veel diarree gevallen zijn gemeld op Bronsweg. Als het niet komt door het water, of het hoeft niet per se door het water te komen, waardoor komt het dan? Hebben ze dat al onderzocht? En er zijn zoveel huisdieren daar dood. Waarom neemt de regering ze niet om te testen, om te weten dat het niet is? Probeer dit dan uit de wereld te helpen. Het meer is 1560 vierkante kilometer lang en breed. Dat is het oppervlakte. En als wij een beperkt aantal monsters gaan nemen, dan is dat niet representatief, nog statistisch, nog wetenschappelijk, om daaruit conclusies te trekken. Als u weinig gaat weten, meten, gaat u ook weinig weten. Ik doe een beroep op de regering om zeker wat het bemonsteren betreft, dat representatief goed en qua aantallen en dagen en momenten te doen, volgens een plan, zodat we inderdaad wetenschappelijk accepteerbare resultaten hebben waarmee gewerkt kan worden enzovoorts. Voorzitter, maar wat zich nu voordoet in Borkopondo, of het nou cyanide is, of welke oxide dan ook, of kwik is, is inderdaad een probleem. Maar het probleem ligt dieper. Het probleem ligt bij de hebzucht van mensen. Hebzucht van de lokale bewoners, hebzucht van ondernemers, hebzucht van bij politieke toppers, die niet in staat blijken om alles wat met goudsector te maken heeft, om dat op een juiste en correcte wijze te gaan ordenen, dat het op een richtige manier kan gebeuren, dat al die consequenties waarmee we vandaag te kampen hebben, dat die zich niet zouden voordoen. Voorzitter, die cyanide, dat kwik, valt niet uit de lucht. Die komt via, en de hoeveelheden die gebruikt worden per kilogram goud, wordt er minimaal 1,5 kilo kwik gebruikt en 2 kilo cyanide gebruikt. Dat komt gewoon via de haven van onze havens hier. Dat zijn netwerken. En de netwerken worden beheerd en beheerst door toppers in het land. En als u denkt dat het anders is, dan leef ik op een andere planeet, ja. Maar wat we zien is dat bijna alle deskundigen die wij gehoord hebben suggereren dat de regering de situatie bagatelliseert. Volgens een van de deskundigen zou er een forensisch onderzoek moeten komen om zaken te identificeren, kwalificeren en valideren. En dat dus binnen een bepaald forensisch protocol zou moeten plaatsvinden. Ik vraag aan de regering of zij dat gedaan heeft, inderdaad, zoals door de deskundige is aangegeven, zodat we duidelijkheid hebben. Waarvoor ik wil oproepen, voorzitter, is om bij dit geval van het cyanideprobleem in Borkopondo, om niet als vijanden tegenover elkaar te staan, maar als broeders tegenover elkaar te staan en samen te werken hand in hand om te zoeken naar een oplossing waar wij allen tevreden mee kunnen en moeten zijn, voorzitter. Voorzitter,
Ik vraag betere communicatie. Er is een gezegde in het Surinaams, Wang Ogri Charwan Boom. Er is een ongeluk gebeurd met cyanide. Eigenlijk is het een gelegenheid om gelijk naar de totale sector te kijken. Naar de goudwinning. Heel veel mensen die hun brood verdienen. 30.000 mensen in de sector. Veel deviezen, veel export. Maar er is ook een keerzijde. De natuur. Ons water wordt vervuild. Ontbossing, bodemdegradatie. En heel veel nadelen. Er is zelfs sprake van ecocide. Hele natuur wordt vernietigd. Ongeveer 30.000 tot 60.000 kilogram kwik komt jaarlijks in het milieu. En u weet het allemaal, kwik verdwijnt niet, het blijft. Dus een goede gelegenheid om toch naar alle facetten van de goudwinning te kijken. Toch willen, of wil ik voorzitter duidelijk weten, als er sprake is van een cyanide ramp in het binnenland. Er wordt zoveel gepraat, zoveel samples en labresultaten worden genomen door lokale laboratoria. En de resultaten en uitkomsten zijn verschillend. Voorzitter, maar het gaat niet alleen om Brokopondo. En het gaat niet om het achterland van Suriname. Dit is een nationale vraagstuk, voorzitter. Omdat het betrekking heeft op de totale bevolking. En niet alleen de goudwinning, voorzitter. Maar ook alle andere activiteiten die plaatsvinden op een wijze zoals dat niet moet, voorzitter. En we hebben die cultuur gezien van de laatste 20, 30 jaren, van wat er gebeurt, voorzitter. Dat God nog gebod geldt. En u hoort zelf tonnen cyanide en andere spullen die binnenkomen via de grenzen, via de havens, voorzitter. Waar is die controle? En is het inderdaad zo dat zeker kwik en cyanide op de lijst staan van negatieve goederen? Wat is het beleid, voorzitter? We moeten het nadrukkelijk maken dat water is gezond om te drinken. En bij deze vraag ik dat wij allemaal water uit Brokopondo nuttigen, drinken. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, als u wist dat cyanide gebruikt sinds 2015 in Suriname zijn intrede heeft gedaan, waarom heeft u bij uw aantreden niet gelijk werk van gemaakt? Wat is het effect van het kwikgebruik in de kleinschalige goudsector? Want we weten dat er decennia lang kwik wordt en gebruikt bij de kleinschalige goudsector. En wat is het effect op de gezondheid van de mensen? Wanneer u zegt u gaat optreden, want u gaat optreden, mijn vraag is, u moest al lang hebben opgetreden en gezien de ernst van de situatie. Mijn vraag ook is, waarom of zullen we de daders volgen? En, want het is een ram dat daar is, dat zich daarvoor doet. En een laatste vraag, dat is een advies. Ik zou graag dat de WHO en PAHO aan een rechtstreeks met deze zaak bemoeien. Dank u wel. Waarom we op dit punt zijn, ik vind dat de regering persoonlijk, mijn persoonlijke mening, te lang of niet snel genoeg reageert op omstandigheden waardoor je ruimte overlaat voor ruizen. Er is aangegeven, een boot is gezonken daar op het meer. Is die locatie nu wel duidelijk gelokaliseerd? En wat gaat u doen om daar te zuiveren? Wat gaat u doen? Wat is het beleid? En ik denk ook dat we de bevolking, de bewoners van dat gebied, moeten beschermen door ze ook het gevaar van cyanide of kwik te blijven wijzen erop. Ja, zodat ze bewust worden van het gevaar. Want meestal zijn het de lokale mensen zelf die meedoen in de kleinschalige goudmijn. En door onwetendheid misschien gebruiken ze op een manier zonder protocol waardoor het gevaar daar is voor de lokale bevolking. Cyanide staat op de negatieve lijst. Dat wil zeggen dat als je cyanide wilt importeren, dat je dan hiervoor ontheffing moet aanvragen. Ik neem aan dat bij het verlenen van ontheffingen het ministerie van Esoti en deze de minister zeker een lijst moet hebben aan wie de ontheffingen zijn verleend. Wie zijn de importeurs en hoeveel kilogram binnen zijn gekomen? Mijn vraag concreet aan de minister. Minister, monitoren jullie wel waar de spullen allemaal gaan? Waar ze allemaal belanden? Worden de importeurs wel voorzien van de nodige informatie over de negatieve gevolgen en de impact van cyanide op het milieu?
en de gezondheid van de mens. Tot slot, voorzitter, wij horen dat er zoveel dieren zijn doodgegaan. Ook zie je foto's van dode vissen. Mijn vraag aan het ministerie van LVV. Heeft misschien het ministerie van LVV een onderzoek ingesteld om te kunnen natrekken wat de werkelijke oorzaak kan zijn van al die dode vissen? Voorzitter, dit is een giframp. Kwik, nu cyanide. God weet welke andere zware metalen nu in ons watersysteem terecht is gekomen, voorzitter. En een vraag. Ik heb niets gehoord van als SWM zware metalen onderzoek. Hebben we de methodes? Is het lab equipped daarvoor? Ik wil graag weten, voorzitter. Met betrekking tot drinkwater in Brokopondo. Wat gaan we doen? Is het een ramp? Ja of nee? Is cyanide in het water? Ja of nee, voorzitter? En weet je wat ik zo erg vind? De vicepresident speelt reporter en gaat over een gebied, voorzitter. Het is toch verschrikkelijk en niets wordt gedaan, voorzitter. Als de VP over een gebied gaat en zegt dat is cyanide, dat wil zeggen dat er toch iets aan de hand is en er wordt niets gedaan, geen enkele maatregelen. Voorzitter, de regering doet niets. Het is weer een doofpotmethode, voorzitter, dat hier wordt gehanteerd. En ik wil weten, voorzitter, en als dat niet gebeurt, zullen we internationaal dit aanpakken, want dit gaat zo niet door. Dan zal de regering weer veroordeeld worden, voorzitter, en dan gaan we weer in een vonnis. Daar hebben we niets te maken, maar dit kan zo niet doorgaan. We hebben gezien dat in de afgelopen periode regeringstoppers naar het gebied zijn afgereisd om zich te oriënteren, zodat ze kunnen komen met een waardige oplossing. Voorzitter, echter heb ik een aanvullende vraag voor de regering, aanvullende vragen. Worden degenen die verantwoordelijk zijn voor schade aangebracht door cyanide op een of andere manier vervolgd? En gaan ze de schade moeten vergoeden? Voorzitter, verder wil ik de regering op het hart drukken om de berichtgeving, informatie naar de samenleving toe te optimaliseren. Want de samenleving wordt overspoeld met fake berichten, voorzitter. Het is zodanig een nationaal vraagstuk dat we op kamerbreed erachter moeten staan. Zowel oppositie als coalitie. Voorzitter, je grootste probleem hier heeft niet alleen te maken met wat er zich daar heeft afgespeeld. Dat is afkeurenswaardig. Maar het heeft ook te maken met vertrouwen, voorzitter. Wanneer de topper van waterleiding naar dat gebied gaat en hij zegt dat water is goed om te drinken en hij drinkt er zelf van uit de kraan en die samenleving het toch niet gelooft, dat betekent dat er een groot probleem is. En wat is dat probleem? Wantrouwen en het ontbreken van vertrouwen in die regering op zich. Omdat het doorcijpelt naar alle instituten. Die samenleving gelooft, die toppers niet, die ministers niet, niemand. Een mooi ding, voorzitter. Een topper van die regering zegt, we hebben contact gehad met medische zending en er is geen enkel vorm geweest van diarree-uitbraak. Maar volksgezondheid geeft hier een andere informatie. Je hoort van de VP die zegt, er is sprake van cyanide op een landing. Uiteindelijk blijkt dat het iets anders is. Wat ik daarmee wil aangeven, het is van belang dat vanuit die regering er een duidelijk antwoord komt. Anders gaat alle cijfers die de minister Van Rompuy heeft gepresenteerd, niets betekenen. Die samenleving gaat het niet geloven. En daar ligt jou het probleem. Voorzitter, maar als we op dit moment praten, dan mag ik u zeggen dat ook in het district Para er op dit moment een ongerustheid is. Toch? Vanmorgen worden mensen geconfronteerd in het resort noord van het district Para, in de omgeving van de Oud-Koppieweg Arubaweg, dat er een aantal trucks met chemisch materiaal, zeg maar vermoedelijk chemisch materiaal, daar is geweest om te dumpen in dat gebied. In de buurt, het is ook in de buurt van waar de Ferdinand, in Ferdinand School is. Voorzitter, ik vraag serieuze aandacht voor deze kwestie. En op geen enkele wijze zouden we willen hebben of willen we hebben dat er chemisch materiaal wordt gedumpt in het district Para. Ik wil de regering daarnaast verzoeken om bij zulke gevallen toch sneller proberen te reageren en naar buiten te treden. Anders geef je de mogelijkheid dat dingen hun eigen leven gaan leiden. En voorzitter, een heleboel groepen en enkele collega's hier pakken dit om het volk flink te misleiden. Het zijn dezelfde collega's, voorzitter, die tijdens de behandeling van
chemisch wapenverdrag of chemisch, opslag chemische stoffen hier gevraagd hebben. Wat is de prioriteit van deze wet? Dat hebben ze toen gevraagd, voorzitter. En kijk nu wat we meemaken in Suriname. Ik wil de regering oproepen. Het is op dit moment een hot item. Het is tijd om de zaak aan te pakken. Het heeft de aandacht. En zoals andere leden het ook gezegd hebben, deze zaak is een nationale kwestie dat nu speelt. En de regering alleen zal het nooit kunnen aanpakken. Regering, u hebt de lokale bewoners nodig om u hierin te ondersteunen. En wat zeg ik daarmee? De zaken die daar gebruikt worden, daarvan zijn de mensen op de hoogte. En deze mensen kunnen u goed erin ondersteunen om een einde eraan te brengen. Het gaat om de gezondheid, het gaat om onze natuur, het gaat om onze eigen Surinamers die eronder lijden. Laten we als regering daarvan gebruik maken. En als u niet genoeg deskundigen in huis hebt, haalt u ze van buiten. Breng ze en laat ze ondersteunen om, voorzitter, in deze kwestie een oplossing te brengen. We kunnen dagen, we kunnen maanden, we kunnen jaren gaan staan praten hier. Maar als we vandaag nu geen oplossing in deze kwestie brengen, dan gaan we over 2 maanden weer staan. Gaan we over 3 maanden weer staan. Want neemt u aan, we hebben gezegd dat kwik verboden is, maar we weten dat die spullen nog gebruikt worden. Controle zien wij vaak als een taak van vijandschap. Maar het wordt tijd dat we het toepassen. En controle kunnen we niet alleen als regering doen, maar samen met de lokale bewoners. Laten we gebruik maken van elkaar. Het gaat om ons Surinamers. Eerlijk te zijn, had ik graag gezien dat de regering met hun efforts, zeker deze kwestie aan te pakken, toch beter uit hun verf zouden moeten komen om die samenleving te informeren, voorzitter. En vandaag zitten wij met dit probleem doordat regeringen, maar voornamelijk, ik blijf bij deze regering, dat we niet in staat zijn om de juistheid. Als er concessies worden gegeven, zijn de concessiehouders aansprakelijk, voorzitter. Als er kapiteins, dan wel Basha's, zaken uitgeven, dan zijn ze voor aansprakelijk, voorzitter. Die aansprakelijkheid, daar zitten we. Anders zitten we maar te gissen en niemand wordt aansprakelijk gesteld, voorzitter. Ik wil geen vinger wijzen naar wie of wat. Nu is het probleem en wij zitten in de regering. Wij gaan het moeten oplossen. Meneer de voorzitter, ik verzeker u dat de regering het niet zo laat. Inderdaad geeft u ons meer ruimte en in de tussentijd zijn er meer resultaten binnen. En ze moeten geen monster nemen van één plaats of een hele stoel meer moeten nemen. Vlag hier in Para. Overal moeten we nemen. Laten we kijken wat de status is. Of we nog water kunnen drinken. Meneer voorzitter, het is ernstig. Precies wat zij zeggen. Ze mag zich zorgen. Wij ook als regering. En als wij dat niet alleen gaan, dan gaan we internationale hulp inroepen om ons te helpen. Dank u wel. Voorzitter, met alle voorvarendheid en de ernst van VP die we moeten meenemen, is het voor ons onvoorstelbaar. Nu na een paar weken. Hoe lang duurt het, voorzitter, dat we weten wie de importeur is, wie de transporteur is, naar welke concessies gaat, waar het opgesloten. Waarom zijn deze mensen, waar is het openbaar ministerie, dat deze mensen tenminste niet opgeroepen zijn voor verhoor? Begrijpt u dat ik zeg dat dit weer een doofpotconstructie is? We gaan internationaal roepen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar de meest basale informatie moet binnen 24 uur, moest al binnen zijn, voorzitter. Goed, en we zijn al weken verder. Ja, daarom hebben we gezegd, concreet werken we richting dinsdag. Lid Etnel, kort. Ja.